En verder vandaag. De onbekende soldaat op het Pools Militair Ereveld in Breda heeft na 70 jaar een naam gekregen. Edvard Sieslar. En hij bleek een held te zijn van het Nederlands verzet. Na bijna 70 jaar is het mysterie van de onbekende soldaat op het Pools Militair Ereveld in Breda opgelost. Het blijkt dat die soldaat niet sneuvelde als militair, maar als held van het Nederlands verzet. De reportage is van verslaggever Erik Peters. Ik had nooit gedacht dat ik het opgelost zou krijgen. Echt. Dat is, ja. Bij ons was onze Eddy. Onze Eddy was dat. Ik vind dat hem nu ook recht gedaan wordt na al die jaren. Sinds 1962 ligt er hier op het militair Poolse Ereveld in Breda één onbekende soldaat. Maar dankzij nijver speurwerk en simpelweg geluk heeft deze steen nu weer een naam. Edvard Sieslar, geboren op 12 juni 1926 in Zuid-Polen. Silesië was destijds Duits gebied en de dan nog maar 13-jarige Edvard wordt gedwongen om dienst te nemen bij de Rijksarbeidsdienst. Jaren later, in het voorjaar van 1944, duikt Sieslar op in ons land. Hij is dan ingedeeld bij de Hermann Göring Division op de Kromhoutkazerne in Utrecht. Maar op 26 mei 1944 is voor Sieslar de maat vol. Hij neemt een levensgevaarlijk en onvoorstelbaar dapper besluit. Samen met een Tsjechische lotgenoot, Lorenzini, heeft hij de benen genomen, is hij gedeserteerd. Aanvankelijk weer opgepakt, opgesloten gezeten in Hilversum. En daar zijn ze tijdens een hevige onweer opnieuw ontsnapt, opnieuw gepakt. En toen tijdens het transport ontsnapt uit de trein. De inmiddels overleden vriend en dienstmaat van Sieslar, Matthäus Lorenzini, doet jaren na de oorlog zijn verhaal. De SD'er begon te schieten vanuit de deuropening van de coupé waar Edvard nog gevangen werd gehouden. Edvard zag toen zijn kans schoon. Hij trapte de bewaker in zijn rug waardoor deze uit de trein viel en hij sprong aan de andere kant uit de trein. De twee Poolse jonge mannen belanden in de bossen van het Gelderse Voorthuizen, waar ze korte tijd later worden opgenomen in een verzetsgroep onder leiding van Jan van den Broek. Als verzetstrijders plegen Sieslar en Lorenzini regelrechte heldendaden door maar liefst 3 keer in te breken in hun voormalige kazerne in Utrecht. Dankzij de levensgevaarlijke acties komt de verzetsgroep voor het eerst in het bezit van verschillende wapens en munitie. Ja, Eddy Sieslar blijkt een hele moedige jongen geweest te zijn. Die gewoon heldendaden geweest is. Want als je uit een kazerne deserteert en je gaat naar de rand nog eens terug om nog wat wapens te stelen en zo, dan ben je toch niet van gisteren. Daarna werd het toch wel wat gevaarlijker. Die Duitsers waren natuurlijk ook niet gek. En toch is Sieslar samen met een Nederlandse verzetsman nog een keer terug geweest naar Utrecht. En die overval is inderdaad bijna misgelopen. De verzetsgroep vindt het te gevaarlijk worden voor Sieslar. De Pool moet daarom definitief onderduiken. Hij komt uiteindelijk terecht op de boerderij van Jan Holkenborg in het Achterhoekse Mariënvelde. In het gezin Holkenborg zijn meerdere onderduikers. Dochter Sophie Holkenborg is destijds 10 jaar. Ze herinnert zich Edvard, die zich inmiddels Eddy noemt, nog maar al te goed. Niks, geen poespas, zeg maar. Gewoon, heel gewoon, heel eenvoudig. Men hielp ons met varkensvoeren, moesten helpen. Dan zei je wel, bij ons in Polen zeggen, dan doen ze sneeuw. Dan voeren ze varkens met sneeuw in de winterdag. Daar groeien ze hard van, zei je dan. Al die tijd blijft de volledige naam van Eddy onbekend. 1 keer schrijft hij die op de achterkant van een kalender. Veel te gevaarlijk, vindt boerin Holkenborg, die het papier meteen verscheurt. Ja, verder zei je niet zoveel van. Dat mogen we niet te veel weten. Op Goede Vrijdag 1945 worden de onderduikers bij boer Holkenborg verraden. Eddy negeert het bevel van een Duitser om op het erf te gaan liggen. In plaats daarvan loopt hij kalm en bedaard het erf af. Met de zekerheid dat hij zou worden vermoord. Hier ongeveer moet hij gelegen hebben. 2 dagen na de dood van Sieslar wordt een groot deel van de Achterhoek bevrijd. Het is de redding voor boer Holkenborg en de andere onderduikers. Eddy wordt als onbekende Pool begraven in Ruurlo en later als onbekende soldaat herbegraven op het Pools Militair Ereveld in Breda. Hoe lang bent u nou bezig geweest met deze zoektocht? Ruim 30 jaar. Maar Van Alphen liep vast, totdat Jan Oonk uit de Achterhoek hem via de mail hulp aanbood.
En hij is dus weer verder gegaan. Over de Achterhoek en de Veluwe. Want daar heb ik geen, ken ik niemand en zo. En hij kent daar mensen. En zo kwam het uiteindelijk de oplossing. Een oplossing met een verrassende uitkomst. De onbekende soldaat blijkt een verzetsheld van formaat. E. Sislag. Hollandeski roeg op poru. En dat betekent? Nederlands verzet. En meer eer kan ik hem uiteindelijk niet geven. Hij zei altijd maar, ik ben maar één dood schuldig, vandaag of morgen. Dan moest ik maar afwachten hoe het ging. Ja. Ja. Edward Sislar wordt op 27 oktober met een plechtige ceremonie herdacht tijdens de jaarlijkse herdenking van de bevrijding van Breda.